Jean? Ja. Ja, is goed. We zullen eens gek doen. Maar geef mij maar een cola. Nog iets meegemaakt van de week? Ja, ik was van de week bij John de Kort om mijn haren glad te feunen. En er zat een cowboy binnen. Hij kwam buiten. Wat denk je? Pony weg. Zo ben ik van de week bij Tattoo Bob geweest. Om een tattoo te zetten. Eigenlijk was daar geen plek meer voor. Dus hij zette een konijntje op mijn bil. Eenmaal thuisgekomen, ik vertel alles aan mijn vrouw. Dus ik mijn broek een stukje naar beneden trekken, niks te zien. Nog een stukje naar beneden, weer niks te zien. Helemaal naar beneden, en weer niks te zien. Dus ik kwam terug naar Tante Bob. Zegt Tante Bob, laat het dan maar eens zien. Dus ik doe weer mijn broek naar beneden. Hij zegt niks, dus ik zei weer, zie je nou wel, niks te zien. Zegt Tante Bob in één keer. Dat is niet helemaal waar. Hij is alleen even in zijn molken gekropen. Dus ik vroeg aan de ober van de Flamingo Bar, is hier een wc? Ja, zei de ober, maar die zit verstopt. Dus ik zeg, ach, maakt niet uit, ik vind hem wel. Dus komt mevrouw K. binnen bij de Flamingo Bar en ze bestelt thee. Ze loopt even weg en de ober van Flamingo Bar zegt, mevrouw K, uw thee. Hoi, ik heb een vraag. Wat doe je als je schoonmoeder uitgaat? Dat weet ik niet. Opnieuw aansteken. Het speelt muziek en het zit op het dak. Ik zou het niet weten. Echt niet? Nee, echt niet. Een dakkapel. Hoi, Gert, wist jij trouwens al dat ik een computer kan hacken? Nee, dat wist ik niet. Nou, ik moest een keer een wachtwoord invoeren van 8 karakters en ik koos voor Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Hey, ik heb een kapotte wekker en toch weet ik s'nachts hoe laat het is. Hoe kan dat nou? Nou, ik pak mijn trompet en ik loop naar het balkon en ik speel zo hard mogelijk als ik kan. En dan doet de buurman de raam open en die schreeuwt, hé, hey, het is 4 uur in de nacht, wacht even op. Gerry, ik moet zo naar huis, want mijn moeder staat te wachten. Want je hebt moeders, die zijn net een sportwagen. Mooi en elegant. Maar je hebt ook moeders, net zoals een jeep, zo snel. Maar mijn moeder is net een ziekenwagen. Doe dit, doe dat, doe dit. Wat is dat hier allemaal op de dorpstraat? Het lijkt wel een sloot. Ik neem maar eens een duik. Dus Gerry nam een aanloop en dook. En kwam met zijn wegdek. Kwam met zijn gezicht op het wegdek. Dus ik dacht, verdorie, dichtgevroren. Doei mensen en kindertjes. Tot de volgende keer.